van alles door je hoofd. Is het verhaal überhaupt nu al geëindigd voordat we begonnen zijn? Je bent bezig met ondernemen en je wil niet op je basisdingen fuck-ups maken. En ik ben om 6:00 AM in een oranje scooter, in een oranje pak met een grote Nederlandse vlag dwars door Amsterdam gereden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering uit de serie Sleutelmomenten, waarin ik in gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste sleutelmomenten die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer en zijn of haar bedrijf nu staat. En ik maak deze serie samen met Centraal Beheer Zakelijk. En met deze video's wil Centraal Beheer Zakelijk jou als ondernemer verder helpen. Ik zeg welkom bij CVD TV. Job van de Kieft is mijn gast en die heeft echt een waanzinnig prachtig product. Daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het ook hebben over zijn drie belangrijkste sleutelmomenten. Job, van harte welkom. Dankjewel. Laten we even bij het product beginnen. De Scoozy. Ja. Ja. Wat is dat? Ja, dus in het kort. Ik kom uit een achtergrond van elektrisch rijden. Ja, in 2005 die zonderwagen worden finish gereden in Australië. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat er een doelgroep is die al 50 jaar elektrisch rijdt. Namelijk mensen die slechte been zijn in een scootmobiel. Ja. Drie grote problemen daar. Eén, het stigma dat mensen ervaren. Dus ze voelen schaamte om daar gebruik van te maken. Uh-huh. Het tweede probleem is de veiligheid. Dus jaarlijks rond de 40 doden alleen al in Nederland door eenzijdige ongevallen. En het derde probleem wat we zagen is mensen die hem niet alleen voor boodschappen wilden gebruiken, maar ook ermee het bos in wilden kunnen. En dat kunnen die meeste apparaten niet. Uh-huh. Dus wij wilden eigenlijk een alternatief voor de scootmobiel creëren. No fear, no shame, no boundaries. En dat is eigenlijk Scoozy. Grappig. Hey, en jij, want hoe oud was jij toen jij die race deed? 2005, toen was ik 23. Ja, wat voor een avontuur was dat? Ja, dat was te gek. Ja, toch? Ja, ja. Nee. Ik zou bijna sleutelmoment kunnen noemen trouwens. Je hebt hem niet gekozen, wel? Het is inderdaad, het is in die zin wel een sleutelmoment. Door dat te doen, heb ik echt daar geleerd dat als je de juiste mensen om je heen hebt, mm-hmm, en een goed plan, dan is echt alles mogelijk. En ja. Dus dat heeft voor mij enorm veel deuren geopend, zeg maar, in de buitenwereld, maar ook binnen in mijn eigen hoofd. Ja, 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 precies. Ja. Want Scoozy is inmiddels op de markt ook, hè, het product. Hoe lang ben je bezig geweest met de ontwikkeling van het ding? Ja, dus ik had in eerste instantie nog geen idee. Ik wist dat ik iets met ondernemerschap wilde en elektrisch rijden, maar ik wist nog niet wat. En ik ben toen mijn omgeving gaan zoeken waar ik de kans zo groot mogelijk maakte om tegen het juiste onderwerp aan te lopen. Hm. Ik ben toen bij TNO gaan werken. Ja. In eerste instantie in de hoek van defensie en veiligheid en later dus mobiliteit. En daar ondernemers geholpen met kennisoverdracht vanuit TNO op gebied van smart mobility, logistiek, elektrisch rijden. En nou ja, doordat ik in dat wereldje kwam, kwam ik op een gegeven moment op dit onderwerp uit. En dat was 2012, 2013. Toen ben ik tijdens mijn werk bij TNO ben ik hiermee gestart. Toen zeiden ze bij TNO, hey, wat gaaf, wij willen ondernemerschap stimuleren. Dus waarom word jij daar niet gelijk een uithangbord voor? Dus ik heb toen een overstap gemaakt naar TNO Bedrijven. Heb geholpen daar 2,5 jaar lang met het opzetten van nieuwe bedrijven vanuit TNO met TNO Technologie. En ja, tegelijkertijd kon ik mijn eigen springplank daarmee creëren. Aha. En ben ik in 2016 een bedrijf opgericht. In 2017 volledig overgestapt. Oké, want jouw eerste sleutelmoment wat je hebt meegenomen, dat is de eerste financiering. Want ja, dat kost, het is natuurlijk niet van we verzinnen wat software en we gaan een avondje zitten met z'n tweeën en we zijn live. Precies. Het is echt een product. Ja. Hoe heb je die eerste, waarom was die eerste, hoe is dat gegaan en waarom was dat een sleutelmoment voor je? Ja, dus tot die tijd moet je je voorstellen, dan zit je op je eigen kamer. Je bent bezig met ideeën, met plannen, met tekeningen. En ja, je ziet in al die plannen, oké, er is geld nodig. Maar dit kun je niet even bootstrappend vlot trekken. En ik was heel erg op zoek naar, oké, wat voor instrument kan ik gebruiken om het van de grond te krijgen? Ook omdat je, zeg maar, vanaf het beginpunt zonder een concreet product, ja, ook niet zomaar investeerders aan boord hebt. Het is een idee. Het is een idee. Op had dat je moment wel al een soort van schetsachtig, had je het product, ja, al wel in je kopie zitten? Ja, ja, zeker. Dus ik heb van wat spaargeld met een ontwerpbureau een eerste design laten maken. Okay, dat wel. Vervolgens daar een mooie mock-up van gemaakt van papier mâché en dat onder mijn arm meegenomen naar een scootmobielclub. Grappig. Daar de eerste reacties op gekregen. En zo is dat steeds verder gegaan. Ook met partijen in gesprek gekomen die me konden helpen. En toen stuitte ik op de RVO vroege fasefinanciering. Dus dat is een lening vanuit de overheid, vanuit de RVO. Ja. Waarbij je met een intentieverklaring van twee investeerders een lening kan krijgen tot max 3,5 ton. Dus toen zag ik daar ineens, dit kan. Dit is eindelijk iets waar ik wat ik kan regelen en wat ik voor elkaar kan krijgen. Dus ik heb toen twee investeerders, VC's, heb ik bereid gevonden om een intentieverklaring te tekenen. Moeten die dan ook instappen? Is dat ook een voorwaarde of is die intentie genoeg? Dat is de intentie inderdaad. Dat is dan ook een beetje
Ja, dus wasseneus. Nou, zeg maar wat ze bij RVO willen zien is dat er wel ook echt een venture capital club naar gekeken heeft of een investeerder. Ja, en dan niet zomaar zijn handtekening onderzet, want dat is voor hun geloofwaardigheid natuurlijk ook niet handig. Ja, dus je krijgt daar wel een soort sanity check. Ja. En ik weet nog, zeg maar, ik had mijn plan ingeleverd en ik moest in Utrecht gaan pitchen. En dus ik had mijn verhaal gehouden daar, plan had ik laten zien. En ik zat op de terugweg in de trein van Utrecht naar Amersfoort, daar woon ik. En nog voordat ik de trein uitstapte, werd ik al gebeld van, joh, je krijgt die financiering. Nou, te gek natuurlijk, helemaal gaaf. Ik weet nog heel goed dat ik die avond, zeg maar, moeilijk kon slapen. Want 1, super blij. Maar 2, ook wel ineens van, oké. Het gaat nu echt beginnen. Het gaat nu echt beginnen. Ja. Ik heb nu 3,5 ton, er is geen excuus meer. En ik heb dit maar 1 kans, ik moet het goed besteden. En ik moet het hiermee gaan doen. En dit moet het vliegwiel in werking gaan zetten, wat het bedrijf op moet gaan starten. Want anders is het klaar. Want je kreeg op dat moment nog gewoon een salaris, of niet? Ja, dus ik werkte toen nog bij TNO inderdaad. Ik had bij TNO bedrijven. Ik had bewust daar een 2-jarig tijdelijk contract afgesproken. Dus die liep op dat moment ook rond die tijd af. Dit was september 2016. En december 2016 heb ik daar ontslag genomen. En had je 3,5 ton op je bankrekening? Er gaan. En toen? Ja. En toen? Ja, aan de slag dus. Ja, en hoe dan? Wat doe je dan? We hadden het plan natuurlijk staan. Ik heb toen mijn co-founder, die is toen ook aan boord gekomen. Die had mij in die zomer daarvoor al geholpen met een eerste proto te maken. Ja. Dus hij is erbij gekomen. Heb je toen ook een soort van, heb je ook bedrijfs, zeg maar, heb je een BV opgericht? Ja, had ik in 2016 al opgericht, want dat was voorwaarde voor die lening. Oké, die co-founder en jij zijn dan 50-50 eigenaar geworden? Of? Ongeveer, hij is erbij gekomen inderdaad. Okay. En dus dat hebben we toen geregeld. En we hebben toen een eerste werknemer ook aangenomen, die ook al eerder bij betrokken was in de ideefase. En toen heeft hij dus ook ontslag genomen bij zijn werkgever, bij Eneco, meen ik. En toen zijn we dus hier vol tijd ingegaan. Kantoortje of niet? Nog niet? Ja, toen zijn we meteen kosten maken. Ja, nou ja, precies. Maar dan gaat het rap, kantoortje. 2, want heb je jezelf meteen salaris uitgekeerd en je co-founder ook? Ja. En dan een werknemer al meteen? Werknemer. Je moet wat spullen hebben, laptopje, software. Dus dat tikt gelijk goed aan. Ja. En we zijn toen een aantal bedrijven ook in de slag gegaan om mee te helpen met ontwikkeling. Ja. Dat is trouwens, hebben we ook veel van geleerd, want even een zijstap zeg maar. Ja. Als je als zo'n klein beginnend bedrijf begint en je hebt dan al die partijen om je heen die super enthousiast zijn om met je mee te willen gaan en mee te willen denken. Alleen wat ik echt geleerd heb is dat zulke bedrijven, die zijn niet goed in die conceptfase. En als het dus allemaal nog een beetje floating is, dan kun je daar gigantisch op leeglopen. En dat zagen we ook gebeuren, dus dat werkte niet. Daar hebben we toen op een gegeven moment ook echt een switch gemaakt naar gewoon meer echt goede freelancers. En een bedrijf wat we heel goed kenden, nog van die zonnewagenrace ook, wat daaruit gekomen is. Dus met een klein team, echt losse individuen die heel specialistisch zijn en vakkundig zijn. Sneller op korter op de bal, en geen projectmanagement erop en geen niet al dat soort dingen, want dat is veel te zwaar. En dus we hadden daar wel afspraken gemaakt over fixed price, fixed result. Maar je weet hoe dan ook, zeg maar, als dat niet geleverd wordt, dan is er intern komt daar trammeland op. En dan, voor je het weet, staan allemaal mensen onder druk en dan gaat het mis. En hoe lang heeft het geduurd voordat je, zeg maar, de eerste scusi... Waarom heet die scusi trouwens? Het klinkt als Italiaans, scusi. Is dat ook het idee erachter? Nee. Dus delen zijn geïnspireerd op de Renault Twizy. Dat is een mooie tweezitter. Dat was onze trouwauto was dat. Ja. Dus mijn vrouw daar achterin en ik voorin. En dat was te gek, want bij Scheveningen slagboom dicht, superdruk. Maar wij konden overal langs, dus we waren prima op tijd. Ja. Dus daar zit dat element in. En ik wilde ook bewegingen van scooter, dus scusi. Zo kwam dat eigenlijk samen inderdaad. Ja. En wanneer kwam de eerste scusi, zeg maar, rollend? Eerste prototype hebben wij in 2017 gebouwd. Dat is vrij snel al. Ja. En toen hebben wij, kort daarna hebben wij ook inderdaad de eerste klanten gekregen. Dus we hebben de formulier van Tesla van de website afgehaald. En daar Tesla vervangen door scusi. Konden ze een prepayment doen en alvast hem reserveren. En zo kregen we de eerste 10 klanten die al een paar duizend euro aanbetaalden. Individuele klanten of organisaties? Nee, particulier. Echt particulier? Ja. Want had je daarover nagedacht, zeg maar, qua verkoopstrategie? Of je, zeg maar, 1-op-1, zeg maar, aan particulieren wilde verkopen en of aan, weet ik veel, zorginstellingen of allebei? Ja, alhoewel de kortste klap maak je op zo'n moment absoluut met de eindgebruiker. Want als je B2B gaat, dan willen ze alles weten over garantie, over je hele salesapparaat, je voorraden, je weet
Op dat moment heb je dat allemaal niet. Mm. Op dat moment heb je early adopters die het super vet vinden om onderdeel te zijn van een verhaal. Mm. Dus we hebben die mensen ook periodiek ook naar ons uitgenodigd. Laten meedenken met dingen wat we wilden oplossen. En zo ook betrokken bij het ontwerp, hoe het werkte. Dus hadden we die early adopters. En op basis van die prepayments, zeg maar, die reserveringen. Die mensen hebben uiteindelijk hebben ze 2 jaar gewacht voordat ze hem kregen. Maar je had wel hun geld had je al, zeg maar. Dus dat was ook een financieringsmodel. Ja, nou ja, en het was vooral belangrijk, hè, dus ook om daarmee ook investeerders te overtuigen om in te stappen. Van er is vraag naar. Precies. Ja. En niet zomaar een zachte vraag. Nee, er is geld gestort. Ja, ja. Waren dat tientallen of honderden? Ja, 10 early adopters hadden we toen op dat moment. Ja. Nou, en op basis daarvan hebben we toen de eerste investeringsronde. Wat kost zo'n ding eigenlijk? 10.000 euro vanaf. Okay. Ja, okay. Ja, als je daar zeg maar, een kwalitatief middensegment / hoogsegment scootmobiel pakt, dan zit je 6.000-7.000 euro. Okay. Plaats je daar een lithium accu in, dan zit je ook richting de 8.000-9.000 euro. Dus dan kom je al heel snel aan de buurt. En er zitten dan heel veel opties op die bij onze standaard in zitten. Ja, precies. Ja. Hey, je tweede sleutelmoment. Daar staat één woordje bij mij, arbeidsongeval. Ja. Vertel. Ja, dat was heftig. En zeg maar, je hebt één werknemer, je bent aan het testen met een prototype en op dat moment ben je gewoon gas aan het geven, want je wil gewoon niet zo snel mogelijk uit de grond krijgen. En dat ging mis, want een prototype, daar zit experimentele software op, dus het werkte niet precies zoals het hoorde en die jongen die brak daarbij zijn enkel met het testen van een Scoozy. Ja, op dat moment staat wel echt even je wereld helemaal stil. Want er gaat van alles door je hoofd. Is het verhaal überhaupt nu al geëindigd voordat we begonnen zijn? Hoe gaat het met hem? Gaat hij helemaal herstellen? Allerlei dingen die op je afkomen, die geregeld moeten worden. Want het was serieus, die enkel? Of het was niet even verstuikt of wat? Nee, het was gebroken. Ja, ja, dus de schrik zit er enorm in. Bij de jongen zelf natuurlijk, maar ook bij ons. Ook omdat het met die Scoozy was gebeurd dus. Ja. Met het product. Ja, nou ja, uiteraard was dat nog lang niet het product. Dus dat was echt een eerste Wat was er gebeurd dan? Reed ik in de muur aan? Of wat gebeurde ja, dus er zit de software in en er zit van alles zeg maar in geprogrammeerd. En die programmering die klopte niet. Hij deed niet wat hij moest Precies. doen. Precies, ja. Het. Ja. Maar goed, je wil alles goed regelen en er komt van alles op je af. Dus je hebt meldplicht bij arbeidsinspectie. Dus die komen langs. En bij die mensen zeg maar, ben je schuldig tot het tegendeel bewezen is. Dus daar wordt gelijk goed druk op je uitgeoefend. Dus je moet alles op overleggen, op tafel leggen. Ben ik goed verzekerd? Ook zo'n vraag. Nou, dat bleek inderdaad een probleem te zijn. Want we hadden ons laten voorlichten door een tussenpersoon. Daar was blijkbaar een fout gemaakt, waardoor de uiteindelijke verzekeraar zei, we dekken dit niet. Nou, dan ben je helemaal wel even van, oké, wat gaat er gebeuren? Heel, heel mooi trouwens dat die tussenpersoon toen gezegd heeft van, joh, wij nemen die dekking over, want dit is onze schuld. Mm. Dus dat vond ik heel erg chic. Ja. En op de een of andere reden heeft die eindverzekeraar uiteindelijk na een half jaar later toch weer gezegd dat ze toch wel gaan dekken. Dus geen idee wat daar achter de schermen is gebeurd, maar... Uiteindelijk is het gesetteld. Ja, maar dat was op dat moment zelf, zeg maar, was dat ook nog wel een extra... Maar dit is een wake-up call in de volle breedte. Dus aan de ene kant, zeg maar, als werkgever, omdat er iets je verantwoordelijkheid, met gebeurt. Waar moet je allemaal wettelijk aan voldoen, dat op papier? Want op dat moment, zeg maar, wij wisten niet wat we niet wisten. Dus wij kwamen erachter ook dat we een RINE moesten hebben. Een wat? Een RINE, een risico-inventarisatie en evaluatie. Dus dat is een papier waarin staat dat je al je risico's hebt overwogen en goed beschrijft en wat je maatregelen zijn. Maar moet elke ondernemer dat? Of? Elke ondernemer moet dat hebben. Maar ook als je een reclamebureau hebt met 3 DTP'ers achter de Volgens bank. Mij wel. Ja, oh. Ja, ja. Hey, en daarnaast was de wake-up call natuurlijk dat zeg maar naar je product toe. Ja, dat is ook. Hè. Dus er speelden eigenlijk meerdere dingen. Dus je inderdaad de documentatie die we niet goed op orde hadden. Hè, waar we dan dus op dat moment achterkomen. En als je dan links en rechts aan ondernemers vraagt van, joh, heb jij dat? Geen idee. Dus dan denk je ook wel even van, oké, en er is niet ergens een... tenminste, op dat moment hadden wij niet ergens een checklist van, hey, dit missen we nog. Dus je komt erachter zeg maar, dat je randzaken superbelangrijk zijn om goed geregeld te hebben voor dit soort dingen. Je bent bezig met ondernemen... En je wil niet op je basisdingen fuck-ups maken. Nee. Dat is echt, want dan, weet je wel, dan kun je er niet bij hebben. Dus wat we daar ook, wat ook enorm meespeelde, is die jongen die bij ons werkte, die had een tijdelijk contract. En ik heb toen enorm getwijfeld van, wat ga ik daarmee doen? En ik ben toen om me heen gaan bellen. Ik heb 5 mensen gesproken. 4 daarvan zeiden, laat hem gaan. Niet verlengen, stoppen. Eentje zei, ik zou het wel verlengen. En ik heb toen heel erg bij mezelf, bij mijn eigen gevoel te raden gegaan. En ik wilde niet degene zijn die hem zou laten vallen. Dus we hebben toen gezegd van oké, we verlengen je contract. Was hij een tijd uit de running? Ja, ja, hij was wel even thuis.
Okay. Ja. En dat heeft bij hem waarschijnlijk ook meegespeeld in zijn beslissing om toch uiteindelijk te gaan. Dus hij is toen bij ons weggegaan. En daar hebben we ook van geleerd, want er zat zo enorm veel kennis in zijn hoofd. Kennis in het hoofd van je medewerker is geen kennis van het bedrijf totdat het op schrift staat. Cruciaal. Dus we zijn ook echt vanaf dat moment ook alles gaan documenteren. Beslissingen die we genomen hebben, keuzes die je maakt, überhaupt resultaten die we hadden. Alles goed organiseren. En dat hebben we nu de laatste paar jaren nog veel verder doorgetrokken. Dus wat dat betreft zijn we met deze gebeurtenis zijn we echt in één klap echt volwassen geworden vanuit het niks. Eén gebroken enkel. Ja, ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat we ons zijn gaan richten op veiligheidsprocedures, op vastleggen van informatie, op draaiboeken voor allerlei gevallen. En wij hebben dus nu, we zijn met een relatief klein team, maar we hebben alles in een online omgeving staan waar we allemaal bij kunnen. Zodat iedereen ook als er eentje iemand wegvalt, iemand anders dat zo kan instappen en over kan nemen. En daar precies ziet, wat moet er gebeuren bij, iets simpels als een verkoop van alle handelingen in je CRM. Mm-hmm. Tot aan inderdaad van, er gaat iets mis en wat moet er dan allemaal gebeuren. Dus dat hebben we allemaal centraal daar nu vastgelegd. En daar ook dat extern laten auditen. Dus wij zijn lid geworden van een branchevereniging voor medische hulpmiddelen. En daar hoort ook bij een audit van Lloyd's Register. Dus hebben we daar gewoon een onafhankelijke audit bij. Waarbij alles gecheckt wordt. Dus we zijn daar heel snel volwassen geworden en heel hard van geleerd. Ja. Het enige waar ik alleen maar blij om kan zijn achteraf is dat het meteen in de beginfase is gebeurd. En niet op het moment dat je alles al hebt staan en al helemaal buiten bent en bezig bent met je product. Ja. Dus dat zie ik dan nog als een geluk bij een ongeluk. Ja. Door het ongeval met die stint ging de hele verzekeringswereld op dat moment op slot. Niemand wilde meer een nieuwe verzekering afsluiten en die discussie ging ook over scootmobielen. Ja, want daar zit natuurlijk een parallel, hè? Ook een nieuw product. Een nieuw product, maar ook de besturing. Hè? Dus een van de dingen die speelde bij de stint was het loslaten om te remmen of in elk geval die besturing. En dat heeft ook bij de scootmobiel heeft dat te maken. Dus je moet altijd, je hebt altijd geleerd dat op een fiets knijpen is remmen. Ja, bij een scootmobiel is het andersom, hè? Is het gas geven als je knijpt. Ja. Dus zet een bejaarde op zo'n ding en die raakt in paniek en die gaat precies het verkeerde doen. Het is niet alleen een bejaarde, want toen ik mijn eerste scootmobiel kocht van Marktplaats om zelf te ervaren hoe het is, maakte ik precies dezelfde fout en ik reed hem zo vol een tafel in. omdat je gewoon gewend bent, zeg maar, er gebeurt iets. Ja. Je doet dit, ja. Je denkt niet na, dat zit gewoon en in je systeem. En dan geef je dus gas. Ja. Of gas, je geeft elektra. Nou, dus aan de hand van dat ongeval van de stint is dat toen ook in het programma Kassa geweest. Daar is de scootmobiel uitgeroepen tot het meest gevaarlijke voertuig van de Nederlandse wegen. En wij als nieuwkomer met eigen software, eigen elektronica, wilden op dat moment de markt opkomen. Ja, geen enkele aansprakelijkheidsverzekeraar die daar zijn handen aan durfde te branden. Zo commercieel kan ik me ook voorstellen dat je handen jeuken, want een beter momentum kun je niet hebben, zeg maar. Nou, voor ons was het super, want er is toen een onafhankelijk onderzoek uitgekomen. En wij waren het enige product, en nog steeds zijn wij het enige product, dat allemaal voldoet aan die voorwaarden die daar gesteld zijn. Dus de eisen, de aanbevelingen om het product te verbeteren. Is dat belangrijk in je communicatiestrategie? Dit? Ja, die veiligheid is een van de drie speerpunten waar we op zitten. Ja, ja, absoluut. Ja. En dus dat gebruiken we. Uiteindelijk zeg maar is door bemiddeling van een grote partij in Nederland, die hebben ons enorm geholpen om bij een buitenlandse verzekeraar aan de slag te gaan. Die zijn met een delegatie van 4 man gekomen. Die hebben ons helemaal uit elkaar getrokken qua informatie en welke keuzes enzovoorts. En die hebben toen uiteindelijk gezegd, wij gaan jullie verzekeren. En daar hebben we, dus 3 kwart jaar heeft het geduurd. Dus we hadden het product bijna helemaal klaar. TÜV gekeurd en alles was ook geregeld. Hè, dus onafhankelijk gekeurd. Maar dan zouden we dus niet de markt op kunnen, omdat we niet verzekerd waren met productaansprakelijkheid. Dus het was bijna de bottleneck die we van tevoren nooit aan hadden zien komen. Dus dat hebben we toen ook overwonnen. Dus we hebben die mensen kunnen laten zien en overtuigen met al die dingen die we al geleerd hadden. Door dat ongeval ook mede. Ja. Dat we het echt supergoed hadden staan en echt goed over nagedacht hadden. Jezus joh. Ja. Hey, hoeveel rijden er nu rond? Ja, een paar 100 inmiddels alweer. Ja? Dus een deel daarvan, we zijn eigenlijk, hè, dus dat is het leuke, daar kom je eigenlijk op het derde punt. Ja, derde sleutel. Ja, precies. Lancering in het buitenland. Ja. En dan nog tijdens de coronapandemie. Ja, nou, dat is ook weer zoiets. Dan ben je dus eindelijk, zeg maar, dan heb je die. We hebben bewust de eerste 2 series hebben we in Nederland alleen uitgezet. Want we wilden gewoon van dichtbij zien hoe werkt het enzovoort. En als er dan wat is, dan konden we goed zelf service verlenen ook. Mm-hmm. En in plaats van, hè, als ze ergens overal rijden. En we hebben toen ook veel getest met de distributeurs. En toen hebben we eigenlijk een lijstje van verbeterpunten gemaakt. Wat in het nieuwe product moest komen voordat we echt naar het buitenland gingen. Nou, dat was. We hebben toen met de investeerders. We hebben toen een extra investeringsronde gedaan. Dat was 2 weken voordat corona uitbrak. Ik weet nog dat de vraag daar gesteld werd door een van de investeerders. Van joh,
die corona die daar in de verte gebeurt, gaan we daar nog last van krijgen? En iedereen had zoiets van, waar heb je het over? Dus precies op dat moment, dat is geregeld. Ook een aantal eerste intentieverklaringen getekend met distributeurs. En toen kwam die hoos over ons heen. En ik had dus allerlei afspraken gestaan. We zouden naar de grootste beurs in Europa gaan op dit vlak om deals te sluiten. Damn. En dat was in één klap volledig van de baan. Niemand nam zijn telefoon meer op. Niemand reageerde meer. Dus dat was helemaal compleet blanco. En toen had ik echt zoiets van, oké, hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik dit nou, zeg maar, vlot trekken? Nou, ik heb wat ik toen gedaan heb, ik heb tijdens mijn studie heb ik ook altijd een eigen ondernemingje gehad in promotiefilms en filmpjes maken. Dus ik dacht van oké, ik moet in contact blijven met de buitenwereld, ook als ik daar niet heen kan. Dus ik heb toen een 360 graden camera aangeschaft op een selfie stick van 3 meter. En het mooie is, die 360 graden camera die filtert die stok eruit. Dus het lijkt net alsof je een drone om je heen hebt. Ja. En een van de eerste films die ik toen gemaakt heb is... Koningsdag was natuurlijk afgelast. Dus Amsterdam normaal gesproken helemaal vol. En nu niemand. En ik ben om 6:00 in een oranje scooter, in een oranje pak met een grote Nederlandse vlag, dwars door Amsterdam gereden met die camera. En daar opnames gemaakt op wat echt wat dat betreft bizar was. Historisch eigenlijk. Amsterdam volledig leeg. Echt helemaal leeg. Niemand. En die beelden die zijn later 's avonds nog op de NOS uitgezonden geweest ook. En dat is eigenlijk voor mij het startpunt, zeg maar, om te zorgen dat ik wel in contact bleef met die buitenwereld. Dus wat ik deed, ik ging overal filmpjes maken en die appte ik gewoon naar mijn contacten. Ja. Maakt niet uit of ze niet reageerden. Het merk actief houden. En het product. Levend houden, warm houden. En, ja. Ik kreeg op een gegeven moment juist terug van wauw, wat een gave filmpjes en dit en dat. En toen op een gegeven moment zeiden we, oké, we kunnen niet naar die beurs toe. Niemand komt daarheen, dus we moeten naar ze toe. Dus ik heb toen hebben we volgeladen met een paar proto's. En ik ben toen door heel Europa gaan rijden. Camera mee, dus overal waar ik kwam heb ik ook filmpjes gemaakt. Dus ik heb super vette beelden van Scusi op de rand van een afgrond bij de Gotthardpas. Op de Stelvioberg in Milaan, in Luzern in Zwitserland. Parijs, Londen. Dus overal filmpjes gemaakt waar ik kwam, terwijl ik die distributeurs bezocht. Onderhandelingen doen en zorgen dat we het toch voor elkaar kregen. En uiteindelijk is dat dus toch gelukt. Okay. Door overal gewoon zelf heen te gaan en tegelijk dus gaaf materiaal te schieten. Dat is het idee ook van Scusi. We willen het liefst dat je gewoon vette dingen gaat beleven. En dat je er ook op uit kan. Een roadtrip maakt, ook al ben je misschien minder valide. Mm. En dat vind ik ook wel het gaaf aan onze klanten. Wat ze gemeen hebben, is dat ze een mindset hebben van can do. Zich er niet bij de linie laten zitten. Ja, en dat is precies wat we willen uitstralen. We willen dat hele zielige willen we eraf halen. Ja. En ik zie klanten van ons soms meer doen dan mensen die ik ken die prima mobiel zijn met hun leven. Ja. En dat vind ik heel gaaf. Ja. En dat konden we zo allemaal mooi combineren. En dus die contracten inderdaad weten te sluiten. En toen hebben we dus juli vorig jaar is het gelukt om het product af te hebben. Om hem ook weer goed te hebben. Toen gaan uitrollen in Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, Slovenië. En we hebben zelfs de eerste scooters die ook door consumenten daarbuiten gekocht zijn. Dus er rijdt een Thaise monnik rond in Thailand. Fantastisch, die beelden. Dus een heel dorp wat uitloopt, die volgens mij een collector voor hem gehouden hebben. En die staan allemaal daar te filmen, terwijl hij door dat dorp rijdt in zijn scooter, in traditioneel gewaad. Er rijdt er eentje rond in Canada, er is er eentje naar Japan. En nu zijn we aan het zorgen dat het allemaal van de grond komt. Wat een levenswerk, man. Ja. Wat zijn je groeiplannen? Kan je dat allemaal zelf financieren? Of hoe ziet dat business-wise eruit de komende jaren? Kan je dat doen? Ja, we hebben zeker plannen. Zowel zeg maar qua expansie geografisch. Dus we krijgen best veel aanvragen al uit Amerika, terwijl we daar nog niks doen op het gebied van marketing. Amerika is 1,5 keer de markt van heel Europa, dus daar willen we graag naartoe. Daar ben je ook voor verzekerd, zeg maar? Nee, die zit niet onder productaansprakelijkheidsverzekering. Dus daar is ook geld voor nodig. Ja. En we hebben ook plannen voor uitbreiding van het portfolio. Want we hebben op dit moment 1 product waar we alles omheen bouwen. Maar we zien daar zoveel spin-off mogelijkheden waar we ook nu echt de bouwblokken voor hebben in ons bedrijf. De kennis en kunde. Dus wij kunnen heel snel nieuwe voertuigen prototypen. Waar moet ik dan aan denken? Dus denk aan een variant waar meer een geavanceerdere stoelsysteem in zit. Ja. Wat voor zwaardere gehandicapten geschikt is. Denk aan een variant met een conventioneel stuur. Wat meer een soort urban cart gaat worden. Voor jongeren doel. Ja, met jongeren, maar ook mensen die traditioneel stuur fijner vinden dan een joystick. Die heb je natuurlijk ook. Denk aan wellicht opvouwbaar. Dus zo hebben we verschillende richtingen. Dus we hebben nu een distributiekanaal wat staat. En we hebben steeds meer kennis. Daar willen we natuurlijk veel meer gebruik van maken. Dus we zijn op dit moment in gesprek met investeerders.
gelijk nog even een oproep. Ja. Of dat er nog partijen geïnteresseerd zijn. Ja. Daar staan we zeker open voor, om die te ontmoeten. En wij zijn dus bezig om inderdaad een investering op te halen ergens in de komende 6 tot 12 maanden. Om die uitbreiding op te zetten, zowel qua landen als qua productportfolio. Geweldig verhaal, man. Ja, mag ik je heel veel succes wensen daarmee de komende jaren. En dankjewel voor het delen van je ondernemerservaringen. Dankjewel. En en normaal ben ik niet zo van het sponsor enorm ophemelen. Maar ik vond dit wel echt een super tof gesprek. Ook mede omdat dat tweede sleutelmoment natuurlijk bij uitstek iets is. Waar je misschien nog eens een keer op centraalbeheerzaken.nl/ondernemen kan kijken. Want wat één gebroken enkel allemaal kan betekenen voor je onderneming, dat hebben we zojuist geleerd. Namens Centraal Beheer Zakelijk, dankjewel voor het kijken. Heb je geluisterd naar de podcast? Ook dankjewel voor het luisteren. Je vindt alle afleveringen uit deze serie sleutelmomenten. Die vind je op het Spotify-kanaal van Centraal Beheer Zakelijk en uiteraard op het YouTube-kanaal van 7D-TV. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Hoi!